kijk dan, Tony Pino achter de camera. We zijn midden in het bos. Daar is het. Vet. Ik hoor daar wat. Oh, ik hoorde duidelijk iets. Ik zie alleen niks. Oh wacht, het kan daar zitten bij die grote bomen daarachter. Ik dacht al werkelijk dat ik herder hoorde, maar goed. Het begint ook al schemerig te worden. Dus de kans dat ze uit het bos komen is aanwezig. Er kan zomaar een hert oversteken. Oh, we zijn vandaag op hertenjacht, weet je. Dan gaan we hier zo dadelijk linksaf en dan gaan we op zoek naar de roofvogels, want daar zijn we bijna aangekomen. Ik heb een plek ontdekt waar 3 grote roofvogels zitten.
Oké, dan. Nummer 37 nemen we. Wat is dit? Wacht. Zie je dat? Apart. Huh? Kijk dan. Een oude Gamo gaspaal. Van 1988 of zo. Ja. Kijk dan, dat kengetal, dat klopt niet meer. Vet. Het staat hier gewoon in het bos. Oh, hier loopt gewoon een gasleiding onder. Vet. Vertappen. Aha, kijk eens. Dit is op zich wel een mooi punt. Om herten te zien. Kijk, hier kun je helemaal naar beneden kijken. Mocht er iets oversteken, dan heb je dat in de gaten. Wow, dit is echt een lang pad. Ja, ik hoor het duidelijk. Hierachter zitten ze. Ja, ik hoor de gekraak. Hierachter zitten herten. Wacht, misschien als we hier op de bult gaan staan, dat we ze heel misschien voor de lens kunnen krijgen. Maar moet je dat zien, dat rare stuk daar. Wat is dat? Ja, ik hoor ze, ik hoor ze. Fuck. Ze zitten hier vlakbij. Wow, ze zitten hier vlakbij. Ik heb ze net hier gehoord. Oh wacht, er is een open veld. Kijk dan. Er is een open veldje. Het kan best wel zijn dat ze daar zitten. Wat is dit? Oké. Zou dit een belangrijk punt zijn dan of zo? Wacht, we gaan eens kijken. Mocht er wat zitten, dan moet het nu wegvliegen. Nee. Ik hoorde duidelijk wat daar. Wacht, bewoog daar nog wat? Kijk dan, dit is echt zo'n plek waar herten zitten. Ja, zeker weten. Het is daar ingeschoten. Het is nu daar. Het zit nu daar. Kijk maar, daar heb je ook de ingang. Zie je dat? Jammer, we hebben het weer niet gezien. Af en toe, dan heb je wel geluk. En soms, zoals vandaag, helemaal niet. Kijk dan, dat gras. Vet. Loop tegen de avond aan.
Dus de kans bestaat dat er herten zijn. Je hoort ze overal, maar ik heb ze nog niet gezien tot nu toe. Kijk, de zon is al bijna onder. Kijk, ze kunnen hier overal zitten op dit veld. Daarom loop ik met lopende camera. Dan is de kans groter dat je ze op beeld krijgt, als dat je dan de camera nog aan moet zetten. Maar kijk, dit is wel een mooie plek. Dit is eigenlijk ideaal voor herten. Al zeg ik het zelf. Wat is dit? Ook wel apart. Kijk dan wat ze gemaakt hebben hier. Het is geen bank, maar het ziet eruit als een beginnende bank. Wat is dit? Ah, wacht. Dit is wel een bank. Kijk dan, hier kun je met je poten op staan. En dan kun je hierop leunen. En dan kun je dus deze kant heen kijken. Oké dan. Dat weten we voor de volgende keer. Nu zijn alle herten toch weg. Ah, wel mooi gemaakt. Zie je dat? Vet. We moeten meer naar die roofvogel toe. Die zit meer aan die kant. Dat is nog wel een stukje lopen. We zijn een beetje uit koers geraakt. Maar ik heb een plek ontdekt waar 3 roofvogels zitten. En waarvan ik de 1 sowieso al 100% een keer heb kunnen filmen. Kijk dan. Dat is ook apart. Groei gewoon naar boven, maar niet zo. Nou, dan heb ik vandaag meerdere geluiden gehoord van herten. Maar ze vandaag eens een keer voor de camera niet gekregen. Eigenlijk wel jammer. Terwijl ik gisteren best wel veel geluk had. Kijk dan. Hier kunnen ze ook zitten, de herten. Ik hoor motorgeluid, dus ik denk dat je hier beneden aan de kant van de weg uitkomt. Na 300, 400 meter. Het kabaal in het bos. Ach, kijk. Daar heb je de weg al. Oei, daar kwam een auto voorbij. En nog eentje. Even kijken, wat zullen we doen? We kunnen dit naar beneden lopen, maar we kunnen ook hierheen. Ja, dit is mooier. Ik ga hierheen. Nou, dit wordt dan een vlog van dat ik jullie het bos laat zien. Voor de rest eigenlijk niks. Is ook al een keer leuk. Een keer wat anders. Er staan de bosbessen. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar herten. Maar nog steeds niet kunnen vinden. Ah, en als er dan even voorbij komt, dan ben ik blij, maar ik moet nog wachten. Laatst kwam er eentje voorbij, dat had ik niet in de gaten, weet je. Toen zei iemand van, ja, maar je hebt wel een hert gefilmd. Op die en die tijdstip. En toen keek ik terug en jawel hoor, het was zover. Ik keek toevallig de andere kant op. Oh, hierachter hoorde ik weer wat. Oh, ik hoor eigenlijk continu geluiden in het bos. Jazeker, kijk dan, daar is een open veld achter. Pff, ah, man. Fuckbeest, dat steekt me. Oh man, fuck it. Wow, hij is gewoon teruggekomen voor de tweede keer. Hij heeft me voor de tweede keer gepikt, jong. Oh man. Kijk dan, dit open veld. Dit is ook zo'n veldje weer her te komen s'avonds. Zie je dat? Hebben ze trouwens wel mooi gemaakt.
Hier lopen ze dan. En normaal zou ik zeggen, haal dit gras weg, plaats hier een mooie bank neer. Maar dat doen ze ook niet. Oké dan. Vet. Dan moeten we daar aan het eind van het hoogste punt. Daar in de buurt zijn die roofvogels. En vanaf hier zou je ze in principe kunnen horen als ze beginnen met krijsen. Maar op het moment zijn ze heel erg stil. Wat is dit nou weer? Oh, je komt de raarste dingen tegen in het bos, maar goed. Kijk dan, moet je al die varens zien. Het gras staat hier ook behoorlijk hoog. Oh, wat mij wel opvalt, is dat het nu in één keer heel stil wordt in het bos. Ik heb zo straks wel op de weerradar gekeken. Boven Duitsland hangt een enorme onweersbui. En hier boven Nederland net niet. Maar het zou officieel hier ook vallen. Maar het is door een hoge drukgebied is het weer aan de kant van Duitsland gebleven. Net aan de andere kant van de Rijn. Dus we hebben hier net geluk gehad. Het kan zijn dat die beesten dat merken. Dat ze zich stilhouden. Zal ik zo dadelijk mijn GPS eens eventjes pakken. Dan zal ik eventjes de plek waar ik die roofvogel laatst gefilmd heb intoetsen. En dan ga ik er ook naartoe. Even checken of die er is. Terwijl ik zo straks kwam naar deze kant, toen hoorde je ze al. Maar wat is dit? Waarom hebben ze steeds van dit soort dingetjes gemaakt? En dan lijkt het op een soort pad. Kijk dan, hier staan alleen maar dennenbomen in één keer. Dat is ook wel vaag. Hebben ze trouwens mooi gemaakt. Kijk, en hier begint het dichte bos. En aan deze kant ook, zie je dat? Aha. Dat wordt interessant, kijk. Zie je dat? Hier begint het al extreem dicht te worden. Kijk, en dit zijn juist de allerinteressantste plekken voor mij. Want hier kan heel veel wild tussen zitten. Kijk, dit soort struikgewas. Kijk, ik kan het jullie met de camera wel even laten zien hoe extreem dicht het hier is. Kijk, zo ziet het eruit. Goed kijken naar de bodem. Luister, goed luisteren. Ik hoorde hem. Ja, ik hoorde de roofvogel. Ze zitten er weer. Ik heb geluk. Wow, dan ga ik hem vandaag ook weer voor de lens krijgen. Dat weet ik nu al zeker. Dat was gisteren ook het geval. Vet. Ik weet nu exact de plek waar ze zitten. Dat is hartstikke mooi. Wow. Kijk als je... Ja. Goed luisteren, goed luisteren. Hij zit daarboven. Hoor je hem? Maar wat moeten wij nou doen? Als wij dit pad uitlopen, dan heeft hij mij in de gaten, want dit is een vrij open veld. Ja, 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 hij zit er. Hij zit er weer, hij zit er weer. Vet. Dus hier jaagt hij. Kijk, eigenlijk best wel slim, hij gaat daar boven in de boom zitten. Op een tak. En dan jaagt hij hier, in dit gebied. Weet je wat, wij gaan dit pad volgen. We gaan gewoon puur op geluk gaan we kijken of dat we hem tegenkomen. En de kans is behoorlijk groot dat ik hem in deze vlog nog voor de lens ga krijgen. Maar dan moet hij wel geluid gaan maken. En dan moet hij niet stil blijven als wat hij nu doet. Ik weet dat hij daar zit. Ik heb zijn coördinaat ook, hè? Ik heb zijn coördinaat. Even kijken. Dit wordt ook alweer lekker dicht. Hartstikke mooi. Kijk dan. Dit is wel mooi. Zie je dat? Hier heb je van die struiken. Hier heb je struiken. Allemaal nog zeer jonge aanplant.
Hey, dit is vet. Kijk dan. Dit heb ik ook eerder nog nooit gezien. Zo'n pad. En dan ga je hier tussendoor. En dan kom je hier in één keer op het open veld terecht. En nu weet ik ook waarom ze dit gemaakt hebben voor die roofvogel. Hier jaagt hij natuurlijk. Op dit punt. Kijk, hij kan, hier kunnen die beesten zich overal verschuilen. Boomstammetje. Kijk, botjes liggen er. Dus hij heeft hier al een keer gejaagd. Hele jonge aanplant. Kijk, en dan denk je, dan houdt het op. Maar dan gaat het daar ook nog verder. Dus ze hebben hier gewoon een heel stuk kaal gemaakt. En als ik nou hier ga staan op een of andere verhoging, dan zou ik hem misschien kunnen zien. Kijk, die boom is gemarkeerd. Het geluid kwam net van die kant af. Even kijken hoor. Kijk dan, het loopt helemaal tot die kant. Wow, kijk dan, dit is voor hem een ideaal jachtgebied. Kijk dan. Kijk dan, gewoon midden in het bos hebben ze gewoon varens gekapt. En hebben ze gewoon zo'n strook gemaakt. Dat is wel mooi. Wow, dit is vet. Dit moet je ook echt weten. Kijk dan, dat is de enige uitgang daar. Dit wordt een lange vlog, maar ik ga gewoon doorfilmen. Ik maak gewoon voor één keer een hele lange vlog. Hier kwamen we toch uit? Ja, hier kwamen we uit. Dan gaan we eens kijken of we hier langs kunnen lopen. Wow, dit is vet. Dit is een vet bos. Kijk dan. Hier heb je zo'n heel smal pad. Alweer prikkelstruiken, weet je. Kijk dan, van deze struiken daar baal ik van. Zie die dorens. Wacht. Hoop ik niet dat hij terugklapt. Nee, hij blijft zitten. Mooi. Gaan we eventjes dit pad aflopen. Aan het eind van het pad, daar heb ik de roofvogelgeluiden gehoord. Maar hij houdt nou zijn kop dicht, want hij weet dat ik eraan kom. Die beesten die kunnen extreem goed horen. En ik praat ook de hele tijd. Maar ik weet precies waar die zit, weet je? In welke boom. Kijk, hier heeft hij ook een boom, zie je dat? Daar zit hij wel eens in. Vanaf dat punt jaagt hij. Maar hij is nu een heel stuk verder gegaan. Ik hoor hem verder dieper het bos in. En daar baal ik van, want dit pad, weet ik, dat loopt aan het eind helemaal dood. Dus ik moet gewoon terug. Dan gaan we er helemaal omheen lopen en dan gaan we via de andere kant proberen. Of we bij de roofvogel komen. Ik zeg altijd maar zo, de aanhouder wint. Dan moeten we weer helemaal terug. Kijken, prikkelstruiken. Tik. Wacht, kan zijn dat ik nu een heel klein vogeltje in beeld ga krijgen die op de grond zit, recht voor mijn lens. Wacht even. Hij zit recht voor mijn lens, maar ik weet niet waar. Ik zie hem niet. Ik hoor hem wel. Hij moet in beeld zitten nu. Hij zit natuurlijk op de grond ergens. Hij heeft een schutkleur. Nee, hij is weg, hij is weg. Hij is die kant heen. Wacht, het zijn er twee. Wacht, ik ga gewoon het veld op. Het kan zijn dat ik hem opjaag, maar dan zie ik hem wel. Nee. Het geluid komt nu van achter.
zit recht voor me, alleen ik zie het niet. Wat is dit? Dat beest moet een goede shootkleur hebben. Wow. Het geluid komt recht voor mijn camera lens vandaan, alleen ik zie het niet. Wat is dit? Wacht. Daar moet het zitten. Wat is dit? Wow. Wacht. Wow, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het geluid komt gewoon recht hiervoor vandaan. Daar komt het geluid vandaan. Dan moet ik daarop inzoomen. Maar ik zie niks. Wat is dit? Het kan zijn dat het stil zit en een enorme goede schutkleur heeft. Ah, wacht. Is dat hem? Hij zou eventueel ook in die varens kunnen zitten. Ik loop gewoon dichterbij. Hoor je dat? Nu komt er van alle kanten geroep. Dus heel veel beesten hebben mij nu gezien. En de roofvogel begint weer. Nu komt het geluid helemaal van die kant vandaan. Hij zit hiervoor. Wat is dit? Ja, ik zag hem daar net wegvliegen. Het kan zijn dat hij zich daar verschuild houdt. Hoor je dat? Het zit hier vol met vogels, maar ik krijg er geen één voor de lens. Dit heb ik zelden meegemaakt. Meestal heb ik ze gelijk voor de lens. En dit is nog een open stuk, dus ik weet niet wat er vandaag aan de hand is. Maar ik blijf gewoon net zo lang filmen, totdat ik iets zie. Ik speur gewoon alles af. Kijk, nu is het ineens extreem stil. We gaan even bij die boom kijken daar. We gaan deze plek even verlaten. Want het wordt hier ineens extreem stil. Dat is meestal geen goed teken. We gaan hier even weg. Even checken. Wow. Kijk dan, ik zit weer vast in de prikkelstruiken. Dat meen je niet. Kijk dan, die dorens daar, zie je dat? Die doen behoorlijk pijn. Jongens. Kijk dan, ik heb mijn laatste hier ook al open gehaald, zie je dat? Ik hoor hier weer wat, hierachter hoor ik ook weer wat. Er zit van alles hier. Wow, er zit vandaag van alles in het bos. Alleen, ik zie helemaal niks. Ik krijg gewoon totaal niets voor de lens. Totdat er zo dadelijk wel een hert voorbij komt of iets. Kijk, daar zijn we vandaan gekomen. Hier heb je nog een pad.
Dan gaan we dit pad maar aflopen. Kijk, dit is die boom die ik jullie net heb laten zien, waar we naartoe gingen. Nou, zal ik jullie eens even kijken of ik het via de andere... Kijk dan, vanaf hier kun je het totaal niet zien. Ah, wacht, die open plek loopt tot hier helemaal, denk ik. Nee, niet helemaal. Kijk, want daar hebben ze het dichtgemaakt. Dus je hebt hier twee open plekken. Ik zal even op deze boomstronk gaan staan. Kijk, vandaar. En daarachter ben ik begonnen. Kijk, en daar, waar ik nou op inzoom, daar eindigt die andere plek. En vanaf hier is dat eigenlijk totaal niet te zien. Kijk dan. Best wel mooi. Of loopt het nou wel door? Wacht even. Zou kunnen dat het wel doorloopt. Want dit loopt wel heel erg. Ja, dit is mijn uiterste zoombereik. Dus het kan zijn dat het doorloopt. Maar goed. Zo ziet het bos er dus uit. Vanaf die kant zijn we teruggelopen. En zo straks waren we... Aan die kant waren we kijken. Maar die roofvogels, die hoorden je aan die kant. En daar moeten we nu heen. Want daar zijn ze. Kijk, aan deze kant hebben ze wel alles gewoon gelaten. Kijk, daarachter heb je weer een open plek. Midden in het bos. Wow, er is hier wel ontzettend veel veranderd. Kijk, en hier heb je dode takken. Waarvan die roodbosjes altijd zitten. Die zitten meestal daar. En hier heb je een soort van bult, heb je ook nog. Ja, ik hoor ze weer. Ik hoor ze gewoon. Wow. Dat zijn die roofvogels. Dat zijn echt van die mega grote beesten met van die kromme snavels. Kijk dan, we zijn gewoon 34 minuten bijna aan het filmen. Op een paar seconden na. We zijn gewoon één grote vlog aan het maken. Gaaf, jong. Kijk, als je daar kijkt... Dan zie je een omgevallen boom. Zie je dat? En daar moet ik eigenlijk voernest strooien en een wildcamera neerplaatsen. Kijk, die kun je mooi in die boom plaatsen. En alles wat zich dan op die boom beweegt aan vogels, dat heb je mooi voor de lens. Wacht. Ja, dat is een heel mooi stuk. Zet even onder de comments, onder mijn video, had ik een keer daar een wildcamera moeten plaatsen. Dan ga ik dat zeker een keer doen. Hartstikke mooi, ook met deze bocht erbij. Is wel ontoegankelijk om daar te komen. Kan zijn dat er een pad is via de andere kant. En als er geen pad is, is dat eigenlijk nog veel beter. Wel apart, die bergen steeds in het bos, zie je dat? Nou, ik ben hier al een hele poos aan het filmen. Hier kom je gewoon geen enkele wandelaar tegen. Wat is dit? Kijk dan, moet je zien, die varens. Tot hoe ver die in het bos lopen. Tot helemaal achteraan. Kijk dan, hier heb je van die dode bomen. Kijk dan, waar veel van deze dode bomen staan, dan hoor je ook die roofvogels. Die zoeken die plekken op om te jagen. Kijk, daar heb je ook weer zo'n plek waar die vaak zit. Precies op dat takje daar. Vet. Je zou haast zeggen, zullen ze dit allemaal extra zo gemaakt hebben. Omdat ze weten dat hier die roofvogels zitten. En het is nu al officieel de derde dag dat ik hier kom. En drie keer achter elkaar hoorde ik ze, waarvan ik ze één keer heb kunnen filmen. Kijk, en hier heb je ook weer
zo'n soort plek met dood hout en van dit soort takken. Kijk dan hoe speciaal dat eruit ziet. Zie je dat? Dit is ook wel gaaf eigenlijk. Kijk dan hoe deze boom hier de grond uitkomt. Op een hele speciale manier. Vet. Wacht, wat is dit? Kijk. Oh, die vliegen hier. Dat is altijd in de avond. Dan komen die steekbeesten komen los. Als de zon schuin staat. En als je dan met je brommetje aan het rijden bent. Dan kiepel je thuis je helm om. En dan komt er allemaal rommel uit. Van beesten en al die shit, weet je. Wauw, gewoon. Kijk, daar is het. Het jachtgebied van onze roofvogel. We zijn er bijna aangekomen. Ik hoor niks. Dat is heel, heel, heel erg jammer. Maar kan zijn dat hij zo dadelijk in één keer begint met piepen. En als hij dat gaat doen, dan hebben we hem, hè? Zeker weten. Ah, wow, we zijn er al, wacht. We zijn er al, vet. Kijk, deze plek bedoel ik. Wow. Ik ben er toch sneller als dat ik dacht. Kijk eens jongens, dit is het. Dit is dus zijn jachtgebied, hierachter. Hier heb je die mega grote bomen. Hier heb je allemaal prikkelstruiken. En daar gaat het om. Op dat stuk. Dus ik ga hier naar boven lopen. En ik ga even kijken. Of dat ik het beest voor de lens ga krijgen. Ik hoor hem alleen helemaal niet meer. Dat is jammer. Ah, meen niet. Kijk dan weer van die prikkelstruiken. Kijk dan die dorens. Zie je dat? Met dit soort planten heb ik altijd ruzie. Oh, my god. Kijk dan. En dan is er een stuk afgebroken. En een week later groeit dat er weer aan. Nieuwe dorens. Ja, ik hoorde hem. Ik hoorde hem. Goed luisteren. Hij is nu stil. Maar het lijkt wel of hij zich steeds meer naar die kant verplaatst. Dat vind ik raar. Dat doet hij anders nooit. Kijk dan, dat enorme smalle bospad hier. Maar als ik nou heel stil ben, hier op dit stuk, waar ik nou op inzoom, daar heb ik heel vaak al herten tegengekomen. Precies achter die bocht. Kijk, en deze struik hier, of dit pad, dat ga ik zo inlopen. Ja, ik hoor hem weer. Ik hoor hem weer. Nou weet ik niet wat ik zal doen. Ik heb via Google Earth gekeken. Hier moet een hele rij open bomen zijn. Dus het kan zijn dat hij daar is. Maar als ik zelf nu hier inga, dan weet ik dat ik halverwege vastkom. Loop ik mezelf vast. Dus ik denk toch dat ik ga proberen om dit pad uit te lopen. Ja, ik zag iets voor de lens. Ik zag iets bewegen, maar dat was zwart. Dat was een kraai. Ja, ik hoor hem. Ja, hij zit daar. Hij zit daar. 100%. Hij zit in die bomen. Hij zit in die hoge bomen daar. Dat kan zijn, als we goed kijken, dat we hem voor de lens gaan krijgen. Wauw. Wat was dat? Wat was dat? Kijk dan.
Even kijken. Zo. Het is hier behoorlijk fris. Weet je wat wij gaan doen? Hij moet hier ergens zitten. Hé, ik hoorde wat. Ja, er zitten herten, Er zitten herten hier bovenaan, hoor ik wat. Hier zitten herten in het bos, 100%. Kijk dan. Hierachter, hier loopt het omhoog. Hier loopt het omhoog, zie je dat? En hierachter zitten ze. Dus als ik nu heel stil ben, dan kan het zijn dat ik ze voor de lens ga krijgen. Hier achter deze berg hoorde ik een geluid. Ik ga kijken. Ik weet zeker dat hier wat zit. Ik zie hier alleen op het moment nog geen sporen. Kijk. Zie je dat? Ze zijn hier net omhoog gelopen. Wacht. Ja, ik hoor hier van alles. Ik ga hier omhoog. Goed opletten. Kan zijn dat ik ze voor de lens krijg. Kijken. Nee, niks, toevallig niet. Ik hoorde net wel het geluid. Dat is wel jammer. Maar moet je kijken, als ik hier op deze boomstronk ga staan. Kijk dan, dan kun je hier in principe het gehele bosgebied verkennen. Zet even onder de video wat jullie van deze plek vinden. Kijk, ik sta hier. En hier loopt het naar beneden. Hier heb je een pad beneden. En dan heb je hier een bosgebied met hele hoge bomen. En hier zit hij dus, de roofvogel, altijd. In dit gebied. Kijk. Dit is...